Ik ben Jan Duinom, een multifunctionele landbouwer, veehouwer, die in het hart van de Randstad zit. Concept Boeren voor Natuur hebben een aantal kenmerken. Wat vooral belangrijk wordt in het concept is dat de partijen om je heen jou gaan betalen. Die zien ook, hey verrot, dit gebeurt echt iets anders. De burgers die beginnen mee te denken en mee te praten, dit is echt anders. Nou, dat legaliseert gewoon om daar geld in te steken. Nou, wie heeft er nou belang bij? Dat is de gemeente Pijnenkenoderen, want die wil hier een mooi recreatiegebied hebben, een mooi uitloopgebied hebben. De gemeente Delft, regio Haaglanden, provincie Zuid-Holland, het waterschap, want ik heb een bedrijfssysteem gemaakt waar het water schoner wordt. Hun moeten ene keer een bedrag in de pot stoppen en dan kochten ze in feite altijd die beheersvergoeding af. Het punt is dat je die 30-jarige afspraak gemaakt hebben en ze hebben met z'n zes hebben ze een contract met Jan Duinel gemaakt. En waar die zich aan moet houden. De belangrijkste elementen die echt ingrijpend waren voor normale boeren, dat is een dichte kringloop maken. Nou, dan hebben heel veel mensen in het begin gezet, dat ken je niet. De natuur gebruik je om de kringloop dicht te krijgen. Dus het is vanzelfsprekend dat je de sloten wil behouden. Het is vanzelfsprekend dat jij rietkragen wil hebben. Want daar groeien producten in die we heel goed als strooisel gebruikt kunnen worden voor de koe. En daardoor weer een heel mooi compostproduct maken, wat weer heel goed is voor de bodem. En als de bodem weer een goed voedselaanbod krijgt, dan heb je een rijk bodemleven. En een rijk bodemleven geeft weer een grotere diversiteit van plantensoorten. En dat is weer goed voor de koe, een grotere diversiteit, maar het is ook hartstikke goed voor de natuur. Want die grotere diversiteit geeft meer diversiteit van insecten. En meer diversiteit van insecten geven meer vogels. En ik mag niks aankopen. En als ik graan aankoop, moet ik mest naar die graanpartij aanvoeren. Om te zorgen dat dat een dichte kringloop blijft. Tweede element is de waterstand omhoog in de winter. Nou, dat is ook in het begin dacht ik, jeetje jongens, ken het wel. Na eind mei, zoals nu, dan mag het waterpeil weer zakken. Dan mag het autonomisch wegzakken. En in november, december mag het weer omhoog. Want ik wil vooral in het eerste gedeelte van het seizoen tot juli, staat alles in dienst van de natuur. En na 1 juli staat alles in dienst van graslandbeheer. Want dan wil ik ook nog kwaliteit gras hebben om de koeien het gemengde voer te krijgen. Wat klopt. Dit gebied blijft zoals het is. De zes partijen hebben elkaar beet dat hier geen dingen gebeuren dat eigenlijk dit landschap extreem aantast. Nou, en deze waarborging heb ik. En ik ben het concept Boeren voor Natuur gaan vermarkten. Je hebt zo'n uniek concept. En de horeca en de partijen om je heen die zeggen, ja, maar wij willen jouw product hebben, want dat willen we op de kaart hebben staan. Dus de overheid lever je dienst aan, nou, dan mag die ervoor betalen. En tegelijkertijd lever je product af waar de consumenten hartstikke graag meer voor willen betalen. Nou, en die twee in één jasje, dan heb je een goed economisch perspectief. Draai je om naar de samenleving, want de samenleving smult hiervan. Die willen je altijd helpen. En ga niet als boer denken, ja, maar dat willen. Nee, jij moet je omdraaien en durf help te zeggen. En de basis is beheren van je gebied.